Dames en heren, allemaal van harte welkom bij keyboard nummer 37 in onze reeks van 50 gratis pianolessen en keyboardlessen die wij op het internet hebben gezet. Keyboard 37 is een nummer waarin wij veel meer toetsen gaan gebruiken. Ja, en sommige noten zijn dan zo hoog dat ze eigenlijk niet meer echt op onze notenbalk passen. En daar hebben wij een truc voor toegepast. En dat heet het achtvaarteken. Het achtvaarteken betekent dat je de noten zoals ze er staan een octaaf hoger moet spelen. Dus dat betekent dat je bij het spelen niet deze A speelt, maar je speelt deze A. En dan kom ik al gelijk met mijn camera een beetje in problemen, want mijn camera gaat maar net tot de hoge C. Misschien ziet u niet meer als ik een hoge D speel, die hier staat, maar u zult begrijpen dat het ook zijn redenen heeft. Goed, het is even wennen. Maar het is wel heel mooi op het moment dat je kan afwisselen tussen laag en hoog. En die afwisseling die is erg belangrijk voor de performance zoals wij die gaan doen. Performance is erg belangrijk voor het spelen. Hoe de manier waarop je het speelt is net zo belangrijk als welke noten je speelt. Nou, tot nummer 50 gaan we voornamelijk ons bezighouden met welke noten we spelen. Na nummer 50 komt er een vervolgcursus, of eigenlijk die vervolgcursus is er al. En daarmee leren wij spelen met de registraties van het keyboard. Plus de manieren van hoe je een nummer heel aantrekkelijk kan maken. Wij gaan samen spelen. Ik doe dat wat langzamer, maar niet veel langzamer. Want dit is natuurlijk al een heel erg langzaam nummer. Ik zal u vertellen, Engelse Wals Slow staat erboven. Ik heb hem op nummer 90 gespeeld. Ik zal hem op 80 zetten. Rechterhand, linkerhand kunt u zelf bepalen. En het is geen opmaat, we beginnen zo gelijk met de eerste tel. 2, 3. Vies niet vergeten, komt ie. Vies. D. Vies niet vergeten, A subtiem. Octaaf hoger komt die A. A, D, G. In het akkoord duim eentje verzetten. Wel met de duim spelen dit. Ik moet heel hoog. Hoge C. Pink. Mooi nummer, Droomland. Als herinnering aan André Hazes, een van mijn favorieten. Tot ziens, tot nummer 38.